En ik ben benieuwd vanuit uw vakgebied wat u denkt wat er speelt. Wat is er aan de hand? En is dat makkelijk te beantwoorden? Nee, het is niet makkelijk. Ik kan daar ook niet zo'n antwoord op verzinnen. Wat mij wel opvalt is dat Nederland heel hard schrikt van die rellen. Ik bedoel dat misschien als relatieve buitenstaander denk ik, wat is hier aan de hand? Ik vond het heel apart om te zien hoe iedereen meteen nadenkt van wat is er met die rellen? Waar komt dat vandaan? Maar waarom is dat apart? Is en ik vind het apart omdat ik als relatieve buitenstaander al langer vind dat dit soort van geweld min of meer wordt getolereerd in Nederland. Als ik als 's ochtends na oud en nieuw de krant opensla, dan lees ik bijvoorbeeld, het valt best mee dit jaar. En dan zijn auto's in brand gestoken, zijn handen afgerukt, is met vuurwerk gegooid. Dus er is al een redelijke tolerantie voor geweld op allerlei andere niveaus. Dus ik vond dat, bedoel... U zag dat het opzicht, aankomen? Wel, niet dat ik het zag aankomen, maar ik vind dat dat geweld al langer in de samenleving aanwezig is. En dit soort van geweld heeft naar mijn gevoel helemaal niks met corona te maken of met een avondklok. Het is alleen maar een aanleiding om dat algemene ongenoegen gewoon tot expressie te brengen. Oké, dus u beaamt wel van er is een soort sluimerend ongenoegen. Ik denk dat er maatschappelijk ongenoegen leeft bij veel mensen die zich onmachtig voelen om verbaal uit te drukken wat ze willen, wat ze niet willen. Weinig uitlaatkleppen. Inderdaad, en ik denk ook wel een beetje welvaartsverveling. Men heeft niets te doen. Men zoekt iets. Het is gewoon entertainment voor sommige mensen. Ja. En dat entertainment kent geen grenzen, omdat er ook aan de maatschappelijke kant misschien iets te tolerant, wij iets te tolerant geweest zijn. We hebben het een beetje geaccepteerd. En er zijn heel veel redenen om agressief zich te uiten. Bij normale demonstraties zag je dat. Het is ook niet van nu, denk ik. Het bestaat al veel langer. Oké, maar dat is interessant. U zegt, we zijn te tolerant geweest. Daar wil ik wel graag een reactie van minister Grapperhaus op. Nou, wij kennen elkaar niet, laat ik dat vooropstellen. Maar ik ben het zeer met de heer Denise eens. Kijk, voor corona was ik met mijn collega Sander Dekker al bezig met een actieplan voor het aanpakken van wapenbezit bij jongeren. He, al die steekincidenten die we gehad hebben. En nogmaals, dat is zijn kleine groepen. Dat laat heel duidelijk zijn. Voor het overgrote deel geldt dat niet. En het punt is wel, die discussie moeten we met elkaar durven voeren. Over wapens, over drugs. U bent te tolerant geweest, zegt meneer Denise. U kunt het met hem eens zijn, maar het is wel een aanklacht ook, lijkt me. Meneer Van Brink, laat ik het zo stellen. Wij zijn als samenleving te tolerant geweest. U en ik, wij allemaal.